dit, jongen. Leuk. Hey, geef me jou, moppie. Geef me jou, hoor, moppie. Lief. Hey, Nana, Bianca. Hey, Marie, gaat ie? Hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja? En met jullie? Ja. Spannend, hè? Spannend. We willen graag in het echt zien. We zien jullie zo. Ja. We zien elkaar straks allemaal in het Echi. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor je komst. Nou, ik heb het al verklapt. We gaan zo meteen natuurlijk nog even met z'n allen meeswingen op jouw grote hit van dit moment. Maar we gaan eerst even kijken naar wat beelden van jullie tijd in de bus. Job, wil je eventjes alsjeblieft niet zoveel over seks praten? Doe ik jammer niet. Oké. Dramas. Top. Goed met ik ben niet iedereen. Ik ben Job. En ik vertrouw mensen. Jij bent de zon. Jij bent de zee. En het is niet wel. Ik moet het programma verlaten. Jij bent de zon. Jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee. Ik ben de laatste dagen wat closer geworden met Issy. Kusje? Dankjewel. Ik heb 50 hele leuke dagen meegemaakt. Ik heb een mooie vakantie erachteraan. Ik heb leuke mensen leren kennen. Na de bus komen we elkaar geit weer tegen. Willen is oké, okay, ole, ole. Willen is oké. Okay. Willen is oké. Okay. Willen is oké, okay, ole, ole. Oh, dat mag ook wel eens wat netter. Het moet anders, het moet leuker of het moet meer. Of het moet... Ben je altijd onrustig, altijd maar weer bezig. Ja, ik heb ook zo'n hekel om zo te slijmen. Van ik neem iets mee en dan weet je, want ik denk nee, maar het is toch gewoon leuk. Ik denk dat het wel een nacht worden. Wat was het? Ik heb niet veel geslapen. Nee, ik heb echt heerlijk liggen knorren. Nou. Dan kom ik daar heel voorzichtig aan. Denk, nou, ik laat hem nog even slapen. Ja, nieuwe bewoonster hier. Ja. Ik gedraag me even rustig. Moet ik dat kastje open doen? Denk, waar ligt het been van Iwan? Hoe doe ik dat? Zit ik te kijken? Hij bedekt die hele matras gewoon. Zo. Echt zo. En zo lang. Ja, hoe heet het van een ander? Ja. Ik ben überhaupt nog nooit in Ardennen geweest. Dus het is hartstikke leuk. Ja. En het zal gewoon geen tweede keer gebeuren dat je met totaal onbekende mensen in een bus komt te zitten. Misschien ben ik toch onzeker. Kaart! Oh, die krijg ik niet terug. Ah, mijn voeten. En met de pil is toch wat anders dan een aspirintje, denk ik. Stop. Stop niet. Weg naar het zwarte gat. Ik ben echt heel blij. Ja, maar dat is moeilijk. Ik kunt hier naar binnen. Ja. Je weet waar je stond. Als je de bus regelmatig gevolgd hebt, dan weet je het. 2 weken geleden is er een prijs uitgeloofd voor de beste, creatiefste en meest bezochte fanclub-site. Deze sites die worden beheerd door familie en vrienden van de buspassagiers. En die worden in veel gevallen ook door de ex-buspassagiers zelf onderhouden. Een prijs van maar liefst 10.000 gulden. Maar waar gaat deze prijs naartoe? Dat gaat de heer Ben Mekel ons vertellen. Meneer Mekel, welkom. Welkom. U gaat ons niet al te lang in spanning houden. Wij willen natuurlijk heel graag weten naar wie gaat de cheque en ook waarom. Het antwoord heb ik hier. De jury heeft in eerste instantie 7 kandidaten geselecteerd. En na de tweede juryronde hielden we al 2 kandidaten over. Iwan en Bulond. Maar uiteindelijk mogen wij deze cheque ter waarde van 10.000 gulden... voor de leukste en de beste fanclub
van het net overhandigen aan Bulent. Bulent. Dat is geweldig. Nou, ik zei het al eerder, Bulent die is er vanavond helaas niet, want hij is wat verlaat. Maar zijn site werd beheerd door jou. Jawel, kom jij eens even hier. Kom jij eens even bij mij. Je gaat nu niet jokken. Kom hier. Jij bent de oom van Bulent? Ja, klopt. Stel je even voor aan Nederland. Ik ben de oom van Bulent. Oké. Alleen maar gevatte mensen vandaag. Maakt niet uit. Jij hebt de site van Bulent beheerd toen hij nog in de bus zat. Hij is zich er later heel veel zelf mee gaan bemoeien. Klopt. Dus je moet niet zo bescheiden doen. Hij is absoluut voor jou. U gaat hem overhandigen. Nou, heel erg bedankt. 10.000 euro. Mag ik hem nog motiveren? U mag het nog heel snel, als u even zo gaat staan, zodat we u allemaal goed kunnen zien, dan mag u een hele korte motivatie geven. Kijk, de fanclub van Bulent heeft gewoon uitgeblonken in mate van contact tussen leden en de beheerders, interactiviteit. Oftewel, de fanclub van Bulent heeft optimaal gebruik weten te maken van de mogelijkheden die internet biedt. Het is je gegund. Dank u wel, meneer Metel. Dank u wel. Gefeliciteerd. Straks spreek ik nog met 5 andere ex-passagiers en laten we nog een aantal hoogte- en dieptepunten uit de busreis zien. Het antwoord op de vraag wie gaat er met 1 miljoen gulden naar huis komt steeds dichterbij. Wie staat er momenteel bovenaan? Bel 0909-0301 voor Antoinette. 0909-0302 voor Iwan en 0909-0303 voor Tessa. Bel, het gaat om ontzettend veel geld, 1 miljoen gulden en jij bepaalt wie er met dat miljoen naar huis gaat. En wie weet staat morgen deze auto wel thuis bij jou voor de deur. Je weet het niet. Tot zometeen.